Welkom iedereen bij deze vergelijking tussen de LG Tone FN6 en FN7. In deze video ga ik jullie laten weten wat het verschil echt is tussen deze twee oordopjes. En dan kan ik je misschien helpen te bepalen welke jij moet nemen. Mocht jij nou echt een volledige review willen zien van een FN7, dan zal ik je toch even moeten doorsturen. Hier rechtsboven, of daar. Die denk ik. FN6 review. Veel functies zijn eigenlijk best wel hetzelfde. Dus vond ik het zelf niet echt de moeite waard om een hele nieuwe review voor de FN7 op te bouwen. Als eerst de looks. Qua looks ziet het eigenlijk vrijwel hetzelfde uit. De achterzijde van de FN7 is glossy, waarbij de FN6 juist een mat is. Op de FN7 zie je op de achterzijde nog een blokje bovenin zitten. Dit is een haptic touch knop. Dat je laat horen wanneer je vingers erop plaatst. Dit is best wel een mooie toevoeging, omdat je nu alleen hoeft op te letten of je een geluidje hoort. Ook heb je verschillende geluidjes voor Active Noise Cancelling en Ambient Noise. Daarnaast wat je zal opmerken is dat de FN7 andere oorgels heeft. De FN7 heeft een spiraalvorm gel en de FN6 is gewoon, ja, standaard. Die spiraalgel moet er dus voor zorgen dat er een gelijkmatige verdeling in druk komt. Wat er dus voor zorgt dat je omgevingsgeluid nog meer kan verminderen met de Active Noise Cancelling functie die er dus op zit. En dan natuurlijk komen we dus bij de Active Noise Cancelling, ook wel ANC genoemd. ANC is een functie wat voor sommigen echt wel een must is. En ik kan zeggen dat het daadwerkelijk een toevoeging heeft. Je hoort geluid om je heen een tikkeltje minder, waardoor jij dus meer op je muziek kan focussen. Alleen gebruik deze functie niet als er veel wind buiten is, want als dit dan eenmaal op je oortjes blaast, dan hoor je het heel erg klepperen. En het kan nogal storen. Dit is trouwens alleen als je ANC echt daadwerkelijk aan hebt. Persoonlijk vind ik dat de oordopjes al goed isoleren op de FN6, waardoor ik dus echt niet die ANC functie nodig heb. Maar wat ik wel tof vind aan de ANC functie is dat de bas die erin zit het nog eigenlijk een tikkeltje dieper maakt, wat best wel fijn is. Verder geeft LG aan dat de FN7 real-time sound heeft. Oftewel, je merkt dan geen vertraging tussen je content dat je bekijkt en je audio. En om heel eerlijk te wezen, merkte ik hier eigenlijk ook niet echt al iets van op mijn FN6. Ik heb hiervoor dus besloten om een audio sync test video aan te zetten op YouTube en geluisterd of ik nou echt daadwerkelijk een verschil merk. En ik merk eigenlijk helemaal geen verschil. Tenminste, ik kan dat niet, dus ja, het zou best kunnen dat het veranderd is. Maar als ik de video zo bekijk, merk ik dus echt geen verschil. Dan een andere verschil is de batterij. De FN6 kan 6 uren lang meegaan met de oordopjes, waarbij de FN7 7 uren lang mee kan gaan. Oftewel, je krijgt een uur langer op de FN7. Ook heeft het oplaaddoosje van de FN7 nog een capaciteit van 14 uur tegenover 12 uur op de FN6. Wat dus betekent dat je in totaal 3 uren langer mee kan gaan met je oordopjes. Als je het tenminste normaal gebruikt. Want als je Active Noise Cancelling gebruikt, zal je maar 5 uren mee kunnen gaan met je oordopjes. Waarbij het totaal dus op 15 uur komt. Dus het verschilt eigenlijk enorm op basis van hoe jij net je oortjes dus gebruikt. En dan gaan we over op het laatste verschil. En dat is bij het oplaaddoosje. Waarbij voorheen je op moest hopen dat de UV Nano functie gebruikt werd tijdens het opladen bij de FN6, heeft de FN7 nu een apart LED lampje die aantoont dat de functie gebruikt wordt. Dus dan weet je echt zeker dat jouw oordopjes bacterievrij worden gemaakt. En dan nu de conclusie. Moet je nou de FN6 halen of de FN7? Ik moet bekennen, ik heb geen flauw idee wat de prijs is van de FN7. Oké, ik weet dus nu inmiddels de prijs van de FN7 en dat is 179 euro waar het voor gaat. Ik zal je nu zeggen dat ik het verschil tussen de FN6 en de FN7 ongeveer 20 euro wel waard vind en meer ook niet. Want oorspronkelijk, de bas had die altijd al een beetje moeten hebben. Had ze toen een beetje gemist bij de vorige, wat ik op zich nog steeds prima vond ook al kwaliteit, maar het was een gemist iets. En de Active Noise Cancelling is natuurlijk een extra functie waardoor je natuurlijk extra betaalt. Dus uiteindelijk, het hele pakket aan verschil vind ik 20 euro meer waarde hebben over de FN6. Het voornamelijke verschil wat echt tussen de twee oordopjes zit, is eigenlijk gewoon de bas. Dat klinkt een stuk dieper op de FN7,
en is het ook gewoon fijner om naar te luisteren. De bas op de FN6 klinkt in vergelijking dus wel echt veel lager. Ook de toevoeging van Active Noise Cancelling maakt het ook meer aanlokkelijk voor sommigen. Waarbij ik eigenlijk niet zozeer het nodig heb, want ik vind het eigenlijk de oordopjes al van zichzelf al goed isoleren. En dat was het ook wel. Hopelijk heeft dit voor jou een beetje een keuze kunnen maken. En als je nog vragen hebt, natuurlijk, de comment sectie beneden. Stuur het gewoon wel lekker heen. En ik kan je misschien wel helpen om misschien je keuze nog makkelijker te maken. Vond je de video leuk? Zou ik zeggen, doe het like, duimpje omhoog, dat ding. En abonneer natuurlijk voor meer. En zie ik je wel weer in de volgende video. Tot ziens!